Hele en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Female Leader podcast Super fijn dat je er weer bij bent. Ik heb vandaag echt een super tof onderwerp voor je. Namelijk over mijn eigen miljoen dollar strategie, die ik absoluut niet met je ga delen. En ik vertel je in deze podcast waarom. Um, ik wil namelijk dat jij leert. Ik zal deze podcast even lekker wat korter houden. Ik wil er even een lekkere. Ja, lekkere rant van maken en een lekkere schop onder je kont. Om het gewoon echt eens even heerlijk op je eigen manier te gaan doen en eens op jezelf te gaan vertrouwen. dat het gewoon waar het om draait en waar het om gaat. Um, sorry. Ik wil namelijk dat je leert om leiderschap te pakken over hoe jij zelf je business wilt runnen. Dat je vertrouwen krijgt in jezelf en de rust vindt in jezelf om ook. De downloads te ontvangen die je nodig hebt voor het creëren van meer resultaat. Dat je de downloads ontvangt die nodig zijn om helemaal in die energie te kunnen stappen. Um, en, en dat is namelijk wat er nodig is om meer resultaten te gaan behalen. Er is namelijk niet één beste strategie die iedereen honderd jaar maanden gaat opleveren. Dat is er gewoon niet. Klaar. Ik geloof daar echt niet in. Die 100k-strategie die je bij een ander ziet, heeft zeker voor die persoon gewerkt. En het zal een fantastische, geweldige strategie zijn. 100%. En natuurlijk zitten er elementen in die ook voor jou kunnen werken. Maar die strategie helemaal kopiëren op jezelf en op jouw bedrijf, gaat je niet brengen naar waar je naartoe wil. Het is niet duurzaam. Het is gewoon. Je, gaat, je leert niet ondernemen op een manier die echt bij jou past. Je leert niet zo'n sterke, zo sterke basis in jezelf creëren. Waar je jarenlang op kan voortbouwen. Waar je jarenlang gebruik van kon, kunt maken. Totdat je bij het volgende next, 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 next level niveau komt. En zelfs dan, hè, zelfs dan heb je de basis in jezelf. Gecreëerd om elke keer terug te komen bij jezelf, om elke keer eerlijk naar jezelf te kijken en leiderschap te pakken over wat er nodig is. Um, ik vind echt dat jij zelf jouw 100k strategie mag bepalen. Zoals ik bijvoorbeeld mijn eigen Million Dollar strategie heb bepaald, die helemaal um, gebaseerd is op wie ik ben en hoe, op, hoe, op hoe ik wil ondernemen. En um, laten we vooropstellen, zo helder is hij niet. Ik bedoel, ik ben er constant mee bezig en constant aan het ontwikkelen. Het gaat voor mij vooral ook om het stukje echt in die energie stappen van die seven-figure CEO. En vanuit daar kijken wat er nodig is om daar te komen. En niet zo klein te denken, maar groot te kunnen denken. En ook vanuit die grootsheid te kunnen ondernemen. Vanuit die grootste visie resultaten behalen. En echt vanuit die zielsintentie... Je business runnen en vanuit je zielsintentie anderen helpen. En dan nog, ook al verlang je naar dat miljoenen, je zou het alsnog gratis willen doen. Weet je, daar draait. Daar is een groot deel van mijn strategie echt op gebouwd. En ik noem het mijn million-dollar-strategie. Maar het is meer omdat ik gewoon mezelf op die hogere plek wil zetten. Zodat ik gewoon heel gefocust naar mijn business kan kijken. Om te kijken wat is er nou echt nodig. Waar zitten de energielekken. Wat wil ik doen? Wat wil ik proberen? Waar leiderschap over te pakken, et cetera. Dus jij mag voor jezelf jouw 100k, miljoen dollar. Uh, 100k of een k, of nee, dat klinkt helemaal niet. Um, jouw miljoenplan bouwen, je mag je 100k strategie zelf bepalen. Um, jij hebt te leren wat jij wil, hoe jij in elkaar zit, hoe jij je business wil runnen. Je hebt los te laten wat een ander denkt. Je hebt regels los te laten die je die zijn opgelegd door andere coaches. Vanuit de beste bedoelingen, hè? ik wil niemand afkraken. Maar jij hebt de regels los te laten. Jij hebt je eigen plan en strategie te creëren. En wat daarvoor nodig is in eerste instantie, is dat je leert om leiderschap te pakken over jezelf en over je bedrijf. En over je message en over je sales en over je lead generation. Jij hebt daar leiderschap over te pakken, maar allereerst over jezelf. Je hebt jezelf gewoon aan te kijken. Je hebt jezelf aan te kijken. Je hebt te focussen op datgene wat er wel werkt. Je hebt los te laten wat er niet werkt. En je hebt jezelf gewoon iedere dag opnieuw eerlijk aan te kijken. Je hebt gewoon je gedrag te analyseren om vervolgens ook te kunnen bijsturen waar het nodig is. Die, 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 um, de antwoorden liggen niet in de volgende strategie. De antwoorden liggen niet in de volgende 100k-strategie, 30k-strategie, 15k-strategie. I don't care. Het ligt niet in die volgende strategie, ze liggen in jezelf. En jij hebt dat werk te doen wat er voor nodig is om op jezelf te kunnen vertrouwen. Jij hebt het werk te doen om uit te zoeken. Jij wil ondernemen. Jij hebt het werk te doen om je eigen strategie te creëren. Waar je jarenlang, uh, tientallen jarenlang mee verder kan groeien. Die je bij kan sturen. Maar die wel gebaseerd is op jouw onverwoestbare kern. Dat heb je te doen. Je hebt niet te kijken naar een ander. Je hebt niet de strategie over te nemen van een ander. Je hebt niet de strategie te kopiëren. Jij hebt je eigen... Strategie te creëren. Jij hebt daar leiderschap over te nemen. En op het moment dat je dat doet en op het moment dat je dat echt erin ziet: oh, dit is echt, ik ben hier zo gepassioneerd over, ook omdat ik gedurende mijn leven constant leiderschap heb moeten pakken. Ik heb leiderschap moeten pakken over mijn eigen hele ontwikkelingsreis, die tien jaar heeft geduurd om mezelf echt weer opnieuw op te bouwen na een hele moeilijke jeugd. Um, die onveilig was en waar ik van alles en nog wat in heb meegemaakt. Um, ik heb leiderschap. Ik moest leiderschap pakken. Ik kon daar niet in blijven hangen. Ik wist vanaf een jong meisje al, vanaf dat ik een jong meisje was, dat ik voor grote dingen gemaakt was. Dat ik een hele belangrijke boodschap te brengen had. En de reis die ik heb mogen afleggen, zie ik nu ook als mijn blessing. Maar ik heb leiderschap. Gepakt over dat stukje ook kunnen inzien. Over daar het werk op te doen. Over daar therapie voor te volgen. Ik ben niet in die slachtofferrol blijven hangen. Ik ben van mezelf dit gaan creëren. Ik ben gaan creëren dat ik mezelf echt helemaal opnieuw heb opgebouwd. Dat ik ben uitgegroeid tot deze zelfverzekerde, prachtige, fantastische vrouw. Die een gewoon een hele belangrijke boodschap te brengen heeft. En ook de afgelopen jaren in mijn business. Ik heb leiderschap gepakt. Ik ben door gaan groeien. Ik heb elke keer mezelf. Aangekeken, Net zoals dat eind 2022 dat ik helemaal uitgeblust was. Omdat ik weet niet hoeveel gelanceerd had, weet niet hoeveel strategie had toegepast. Ik was van strategie in strategie gevlogen. Ik heb 60-urige werkweken gehad, omdat ik to-do-lijsten van hier tot ten boek toe had. Omdat ik vooral naar anderen keek en dacht dat alles nodig was om maar een six-figure jaar te draaien. Dat six-figure ja had ik gehaald, maar ik was doodongelukkig. Ik wilde het liefst het handdoek in de, de handdoek in de ring gooien. Maar dat heb ik niet gedaan. Ik heb leiderschap gepakt. Ik heb besluit genomen. Oh, dit moet anders. Ik wil het anders. Ik wil een business dat simpel is. Ik wil een simpel businessmodel. Dat in de kern een signature programma heeft. En waaromheen ik gewoon lekker kan spelen op het moment dat ik denk dat dat leuk is. En dat ik dat nodig heb. Of dat ik dat fantastisch vind om een keertje uit te proberen. I don't care what anybody else thinks of me. Ik heb het echt los moeten laten. En. Ook nu weer heb ik leiderschap te pakken over dat stukje wat ik gisteren in de podcast deelde over dat stukje um, in die CEO-energie blijven. Wat knikkert me er toch elke keer uit? Wat maakt nou dat ik daar niet in kan blijven? En het is helemaal oké, okay, want ik doe het zonder oordeel naar mezelf. Maar ik kijk wel naar mijn gedrag. Welk gedrag heeft me niet gediend? Wat heb ik gedaan? En hoe kan ik dat veranderen? En hoe kan ik daar leiderschap over pakken? Geef jezelf een dikke vette kont. Schop. <laughs> op die schop. Schop op die je kont. Wees eens heel eerlijk naar jezelf. En kijk eens waar jij leiderschap hebt te pakken. Waar jij je eigen strategie hebt te creëren. Waar jij de regels los hebt te laten. Waar je gewoon eens mag gaan doen hoe jij het wil. En waar je, voor je vooral meningen over anderen ook hebt losgelaten. En waar je ook vooral de meningen van anderen hebt losgelaten. Ga eens eerlijk naar jezelf kijken. Ga eens kijken waar je leiderschap nodig hebt. En dit is precies wat ik je in de Female Leader Academy leer. Ik wil dat jij zo stevig in jezelf staat... dat je leiderschap pakt over jezelf en je bedrijf... dat je een onverwoestbare kern hebt gecreëerd... waar je elk jaar weer doorgroeit. Want dat is ook onderdeel van mijn Million Dollar Strategie. Waardoor ik nu al negen maanden lang explosieve groei ervaar. He, begin 2023 was echt het transformatiemoment van... dat, dat Nee, nee. Dat uh, drukke jaar in 2022, waar ik mezelf ook helemaal kwijt ben geraakt in mijn bedrijf, naar uh, 2023, die transformatie. Um, ik heb het uh, op de harde manier moeten leren, maar waar ik nu sta, is het resultaat van strategie, van leiderschap. Dat is wat ik je leer in de Female Leader Academy. Dat is wat ik voor je wens. Want daarmee ga je zo freaking ver komen. Oh, dit is echt. Nou, als je dit weet te pakken, als je dit kan. Als je dit kan in jezelf. Als je zo sterk wordt dat je dit kan. En dat je uitvindt wat je echt wil. En dat je naar je potentie gaat luisteren. Dat je gehoor geeft aan je potentie. Dat je die bold moves gaat zetten. Je leiderschap pakt. Echt. De sky is even not the limit. Hoe je dat ook zegt: De sky is even not the limit. Nou, ik weet niet meer. Weet je, maar je begrijpt wat ik bedoel. Echt, lieve vrouw. Oh, ik kan het niet vaak genoeg zeggen. En ik dacht, deze rant is gewoon echt even nodig voor degene die het moet horen. Dit heb je gewoon echt even nodig om te horen. En ik hoop dat je er hele fijne inzichten uit haalt. En als jij denkt, je hebt gewoon helemaal gelijk. Ik heb deze total game changer nodig. Meld je aan voor de Female Leader Academy Live. Dit is gewoon, hier wil je bij zijn. Hier wil je gewoon bij zijn. 100% hier wil je bij zijn. Vul de vragenlijst in. Op mijn website. Of stuur me even een DM. Mag natuurlijk ook. Als je nu al denkt. Ik wil dit gewoon. En stuur mij alsjeblieft een factuur. En, me en gooi me erbij. Um, 22 april begin we, beginnen we. Maar je krijgt uh, vanaf 1 april toegang. Tot de Online Academy. Want die zit er ook bij. Waar allemaal ondersteunende video's in zitten. Zodat je daar al mee aan de slag kan. Uh, um, hier wil je bij zijn. Echt serieus. Je kan nu voor een pilotprijs instappen. Die pilotprijs komt never nooit niet meer terug. Want dit is zo'n waardevol traject. Oh, ik heb er zin in. Oké, okay, ik ga deze rent stoppen. Als je hem voelt, dan weet je wat je moet doen. Oké, okay? tot morgen!